Dat was niet helemaal de bedoeling in het begin toen we aan de hand toen begonnen met gewoon een stage met de vrienden, stagiaires, en dat was het dan. Maar in werkelijkheid is het enigszins uit de hand gelopen. U bent in het kasteel van Almere. Dat is begonnen in 2000. De bouw heeft geduurd tot 2002 en toen ging de hele boel weer. Toen was het gebeurd. Van de ene op de andere dag. En vanaf die dag heeft het hier zo geleden zoals het was. De eerste 3 jaar was hier geen bewaking. Er wonen nu mensen op het terrein, maar toen niet. En de eerste 3 jaar was er geen bewaking. En dat betekende dat hier allerlei jongeren wilde feesten hebben gevierd. En dat zie je aan de graffiti die hier overal zit. Dat er geen doden zijn gevallen is echt een godswonder. Dat meen ik serieus. We zijn ook heel blij dat die mensen wonen en dat de boel in de gaten gaan worden. Dit is echt gevaarlijk. Het staat hier door de gemeente af op het terrein, want anders mag je hier niet eens zijn. En met een helm op, anders mag je er ook niet zijn. En wij ook niet. Afijn, wat gebeurt er hier zometeen? We gaan in deze toren gaan we 3 attracties huisvesten, omdat die in het duister moeten worden gebouwd, of die gezegd worden gedraaid. En u ziet een van origine verdedigingstoren met een paar raampjes erin, dus dat komt heel erg goed uit dat zoiets. Dan gaan we vervolgens naar deze kant, want hier komt een hek, een valhek, en het gewone publiek dat voor het park komt, komt niet verder dan het hek. En dan gaat u op die toren in, of deze kant op, en daar zitten restaurants en winkeltjes. Dat is allemaal redelijk middeleeuws en zo. Het speelt zich af in 750 na Christus. Dus u kunt zich voorstellen dat er nog wat te wachten staat. Maar het gewone publiek staat hier bij het hek. En waarom dat is, vertel ik ook. We gaan een gedeelte van onszelf hanteren, want wij hebben natuurlijk ook kantoren en dergelijke nodig. Een gedeelte wordt de Witchwood Academy. Wil je me niet storen tijdens mijn praatje? Dank je wel. Oké. Wat er dan vervolgens gebeurt, dat is dat wij de Witchwood Academy huisvesten en die is sinds 2010 gaande. En dan is er één reden waarom dit kasteel ooit gebouwd is en dat is je moest kunnen trouwen. En dan gaat u het dus ook doen hier, als u dat wilt. Trouwzaal, trouwkapel, receptiezaal, 2 feestzalen en 20 hotelkamers. Voor 1 nacht, dan moet u naar huis. Nee, anders niet. Dat is nou helemaal hoe het is. En dan denkt u, nou, dan zijn we er. Nee, dan zijn we nog niet, want u ziet 3 verdiepingen. U staat op 2 verdiepingen. Hieronder zitten 2 kelders van 5 meter en 4,5 meter hoog. De ene moest een zwembad worden en de andere wijnkelder. Dat gaat niet gebeuren, in de wijnkelder. We hebben geen wijn achter. Dus dat betekent dat zeg maar, wij dat ook nog gaan gebruiken. Dat zal er een week in. Hieromheen is 65 hectare, 25 van het kasteel. En die 65 hectare, daarvan hebben wij gezegd, nou, oké, dat geeft ons 50 jaar groei. Vanaf 450 medewerkers naar onze totaliteit, misschien 800 tot 900 mensen die hier zouden kunnen komen werken. Hoge functies, lage functies, van alles. En het leuke is, het is niet bedacht ergens van bovenaf, maar het is van onderaf gekomen. En dat willen we heel graag zo houden. En ik moet nu eindigen, want daar staat mijn trouwe assistente te wapperen. En die zegt, stoppen. Er zitten allemaal mensen. Oké, goed. Ik dank u voor uw komst. Mocht u wat willen weten, www.witchwood.nl en stuur ons een mail en u krijgt het pas van. Dank u wel. Dank u wel.